Leipzig. Eerste taak aan FSG dit jaar. Ja, eerst maar wacht worden. Beetje vroegstukken heute morgen. Daarna gaan we maar pits opbouwen. En een paar teamleden gaan naar Stuttgart. Voor een beetje spaas daar. Porsche Museum of zo iets maken. Ja, eerst maar een beetje ochtendsport, geloof ik, heute morgen. Wacht u met? Well, everybody's heard about the bird. Goedemorgen, wij zijn van Delft en wij hebben een rood-wit-blauwe vlag gevonden ergens in een boom. Kijk, er zit nog een takje aan, maar we hebben gehoord dat het voor jullie is. Klopt dat? Tot Wat doet je tak eraan als klaar? Bij ons in de boom. Zo, dat is een redelijke aantijging. Waarom laten we de vlag hier? Dat was weer een zending van Anna TV en we gaan maar weer weiter. Dankjewel. Arnold hier van Anna TV. We staan hier in Stuttgart voor het Porsche Museum. En heute zijn we angefangen om een beetje inspiratie op te doen. En mal gucken of we nog etwas concurrent vinden kunnen. Ja, die leichteste auto hier war nur etwas meer als 300 kilogram. So, daar zien we geen problemen. Die motoren zijn een beetje groter, maar dat is ook geen probleem. Ja, die räder zien ziemlich goed uit, maar geen Kohlefaser, so auch keine Probleme, aber ich würde sagen, bessere Autos bauen erst. Okay, na, das war's. Arnold TV, live von Stuttgart, zurück nach Hockenheim. So thanks for bringing it back. Yeah, I think somebody wants to have it. Maybe you, but maybe somebody else. So I know it's hard to get rid of it, but at least there is something that makes it a little less hard for you. So you just change it. Thanks for this bringing back. And please give a hand back. Hallo TV. TV, ja natürlich. Super.